Op deze keuken is nu een eerste coating gezet met de antizuurbehandeling. U ziet hier op dit gedeelte dat het reeds heel mooi opgedroogd is. Dit is de matafwerking. Ik kan ook heel duidelijk zien dat het ook effectief mat blijft en een matte uitstraling heeft. We gaan straks na een uur een tweede coating opzetten, omdat de steen toch heel wat product opneemt. En dat we dus 100% zeker zijn dat alles zeer goed beschermd is. U ziet hier op dit gedeelte dat het nog verder aan het opdrogen is. En als we verder doorgaan, dan ziet u hier het nog nat. We hebben dat eigenlijk gerold op een speciaal rolletje eigenlijk, dat bijgeleverd wordt bij het product, om uit te rollen. En dat wordt in een viertal bewegingen, dus eerst horizontaal, verticaal, horizontaal, verticaal. Dus eigenlijk een viertal verschillende overgangen eigenlijk aangebracht op de steen.